zin mee houden. Goedemiddag allemaal. We gaan een kerstboom ontsteken. Normaal gesproken deden we dat natuurlijk altijd s'avonds. Maar ja, sinds corona is de koopavond een beetje weggevallen, zeg maar, qua drukte. Wat ik wil vragen, om te beginnen, is dat alle kleine kinderen, niet iedereen die zich nog kind voelt, maar alle kinderen, kom even naar voren. Want de kerstman is misschien speciaal voor jullie vandaag gekomen. Vandaag twee kerstelfjes en we hebben het kerstvrouwtje en de kerstman. Kerstman, van harte welkom. Goedemiddag allemaal. Wat leuk dat jullie allemaal weer zijn. En ja, weet je, het is wel een beetje donker weer, maar dat past ook wel een beetje bij de kerst. Het is ook wel een beetje koud, alleen het sneeuwt niet. Zouden jullie allemaal sneeuw willen hebben, jongens? Ja! Ja? Zullen we dan daar op hopen? Hoe gaan we allemaal een beetje duimen? Misschien dat er straks nog een klein sneeuwbuikje komt. Maar dan moeten we wel op hopen en dan moeten we allemaal heel goed tellen straks. Afgesproken? Ja, dat kan harder, hè? Ja! Ja, kerstboom! 1, 2, 3! Ja, kerstboom! Papa's en mama's, kunnen jullie ook? 1, 2, 3! Ja, kerstboom! Kijk, zo doe je dat, meneer Dennis. Ik heb het in de gaten. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Dennis. Hartstikke leuk om hier te zijn op het Uitplein. En hartstikke druk, ondanks de kou. Dus dat is hartstikke goed om te zien. En welkom kerstman in onze gemeente, de kerstman. De kerstman. En wat leuk dat we zoveel helpers hebben. Hè? Voor dadelijk gaan we met z'n allen aftellen. En dan gaat eindelijk die mooie boom aan. En ja, ik kan alleen maar zeggen, kom vooral de komende weekenden en dagen voor de kerst naar het centrum toe, want er is ontzettend veel te doen en te beleven. En de kerstman, die komt ook heel vaak, vertelt hij me, en je kunt ook op de foto met hem dadelijk, helemaal gratis, mooie foto maken, posten en kom naar het centrum, zou ik zeggen, want het is hartstikke gezellig. En ik weet, uit betrouwbare bron, dat er dadelijk nog wat mensen zijn die chocolademelk uit gaan delen, dus blijf nog even hangen, het wordt hartstikke gezellig. Ja, zeker weten, want de aankomende week hebben we de kerstman natuurlijk die regelmatig langskomt. Vanaf volgend weekend kunnen jullie allemaal lekker komen spelen in het kersthuis. Waren jullie ook al in het Sinterklaashuis geweest vorige keer? Nee. Nee? Wat hebben jullie voor ouders, joh? Kan toch niet? Jawel, wel. Ja? Ja, gewoon lekker komen spelen, dus vanaf zaterdag. En we hebben koekjes, ook gratis. Dus je kunt je lekker volkaderen vandaag. Hebben jullie ook al een koekje op? Nee! Ook geen koekjes op? Jullie mogen ook echt niks mee halen, zeg. Nee! Gewoon lekker daar koekjes halen. Natellen. Wat zeg je? Goed wel, maar ik vind het niet zo lekker. Ja, jij zit heel snel weg. Oké, nou super dat jullie er allemaal zijn. Oh ja, en voor de ouders, vanaf aanstaande maandag tot en met vrijdag, geloof ik. Parkeer je 2 uur gratis hier zo. Dat is hartstikke idee. Heb jij nog maar een chocomel? Tjonge, en wat is die witte snor in die huis? Moet je ruiken aan die snor. Waarom? Ik ga jouw neus er niet in duwen. Nee, dat zo zien. Ja. Kom je wel kijken? Nee? Niet. Oké. Wat heb jij nou in je mond? Heb je een grote speen in je mond? Ja, dan moet je even uithalen, anders kunnen we niet meetellen. Ja, goed zo. Ja, ja. Alvast op de druk tellen. Nee, je gaat er helemaal niet op drukken. Je staat helemaal ondeugend. Oké, dan gaan we aftellen. En kerstman, kunt u voor wat stil zorgen dan? Jongens, gaan we eerst hard roepen. Sneeuw, sneeuw, sneeuw. Roepen maar. Sneeuw, sneeuw, sneeuw. En dan kijken we omhoog. Zien we wat? Nee. Jawel. Ik ga allemaal de verkeerde kant op. Ja. Zie je wat het sneeuwt? De wethouders worden ook lekker wit. Pas wel bij lokaal is de waarde doet dat witte. Ja, ik kon ook niet helpen. Zeg maar jongens, gaan we tellen hè, nu voor, want het is wel tijd om te gaan branden. Beginnen we bij 10 en dan zo naar beneden, hè? Allemaal hard meetellen en de papa's en mama's wel leuk meedoen. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
prachtig hoor. En ook natuurlijk met onze geweldige veeën. Ja, ik vind het veeën. Ja, de anderen noemen het Engels. Engelen. Hallo meneer Zwart. Namens de kerstman hele fijne dagen. En ook namens iedereen in het winkelhart hele fijne dagen. Ook namens het kerstvrouwtje hele fijne dagen. Alsjeblieft, dag!